Bij de buur op een uur. Op een half uurtje rijden van Dronten, daar vind je het Gelderse Hanzestadje Hattem. En voor de buur op een uur gaan we vandaag op bezoek bij het Nederlands Bakkerijmuseum in die stad. Gaan we over praten met bakker Martijn Rodenburg. Martijn, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt de bakkersmuts nog op? Ja, ik kom net de bakkerij uit. Als er nog enige twijfel zou zijn over wat voor beroep die doet, heeft hij bij deze wel weggenomen. Goeie hoed. Het is een muts, denk ik. Hè? Hoe noem je het? Ja, gewoon een bakkersmuts. Een bakkersmuts. En is dat nou eigenlijk voor de sier zo'n muts? Of heeft dat ook echt nog, is dat echt bittere noodzaak? Daar zit zo'n lange haar in natuurlijk. Het heeft wel een functie. Ja, het ziet er natuurlijk wat nostalgisch uit. Dus je hebt gelijk je weet gelijk, dat is echt een bakker. Maar het heeft ook een functie, want in de bakkerij is het altijd warm. Dus dat is ook zweten. En je wil natuurlijk voorkomen dat je het zweet van je voorhoofd door je deeg heen drupt. Dat is natuurlijk niet heel fris. Dus het heeft ook, het vangt er nog wat op. Naast zweet ook nog soms is een losvallende haar, zeg maar. En dan, dus het heeft ook nog wel een functie. Dat is voor de hygiëne eigenlijk, kort samengevat. Ja. Nou, jij bent dus bakker in het Bakkerijmuseum in Hattem. Ben je dan een standaard bakker, net zoals bij mij op de hoek? Dat hoop ik niet. Nee? Maar ik hoop dat elke bakker dat zegt dat hij dat niet is. Nee, ik ben niet echt een bakker zoals, de bakker op de hoek. Als je nog een bakker op de hoek hebt, dan is dat al heel bijzonder. Maar je moet meer zien. Ik ben eigenlijk coördinator collectie en educatie. En dat houdt in dat ik de vertaalslag maak van het materieel en het immaterieel erfgoed van de bakkerij naar de bezoeker toe. Dus ik richt tentoonstellingen in en met het materieel erfgoed. En het immateriële erfgoed, dat deel ik met bezoekers. Door middel van demonstraties of workshops. En eigenlijk sinds dat wij moesten sluiten met de eerste lockdown, zo'n 2 jaar geleden, toen zijn wij echt intensiever brood gaan bakken. En hebben wij een actie op touw gezet in het museum, genaamd Bakken voor Behoud. Mm-hmm. En zijn wij brood gaan bakken op vrijdag en zaterdagnacht. En op zaterdagochtend hebben wij een bakkerswinkeltje. En daar verkopen wij ons brood. Wij moesten als museum natuurlijk dicht, maar bakkers vallen onder een essentieel beroep. Dus een bakkerswinkel mocht open blijven. En dat was nog een beetje, ons enige inkomstenbron. Ja. En zodoende. Maar over dat museum, hè, daar ben ik wel benieuwd naar. Het bestaat dus al 50 jaar. Wat zie je dan eigenlijk als we daar doorheen lopen? Nou, je ziet dus echt het hele geschiedenis van de bakkerij. En nou moet je voorstellen dat broodbakken, dat is al, voor de Egyptenaren, zeg maar, voor de oude Egyptenaren werd het al gedaan. Dus het proces is altijd hetzelfde gebleven. Dus je hebt je hebt grondstof nodig, dat is je tarwe. Je hebt een brandstof nodig, dat is hout. En je hebt gereedschap nodig en dat zijn je handen. En dat is eigenlijk tot begin 19e eeuw, is dat eigenlijk altijd hetzelfde gebleven. Bakkers werken altijd met hun handen, brandstof wordt altijd hout en of turf, maar goed, je had altijd hetzelfde type brandstof. En het recept en de bewerking was ook altijd hetzelfde. Totdat je op een gegeven moment de industriële revolutie krijgt. En dan ontstaan er meer gereedschappen, ontstaan meer machines. Daardoor worden bepaalde producten ook beter, komen beter voorhanden. En wordt het ook uiteindelijk daardoor ook iets goedkoper, doordat producten beter voorhanden komen en gereedschappen het werk verlichten. Ja, dus ik kan me voorstellen dat je dan dus een reis door de tijd heen maakt van hoe het vroeger was en hoe het dan nu is. Hè? De middelen, de machines, de manier waarop brood wordt gemaakt, dat maak je dan eigenlijk mee. Maar kun je één ding noemen waar jullie als museum heel trots op zijn? Dat een bepaald voorwerp of een attribuut wat jullie tentoonstellen, waarvan je denkt van, dit is toch echt wel heel bijzonder. Dit moet je hebben gezien. Nou, als je iets hebt wat je gezien moet hebben in het museum, dan is dat dan is dat niet een object of zo, maar dan is dat het museumtheater. En ik zei net al, de bakkerij heeft 2 verschillende soorten erfgoed. Je hebt het materieel erfgoed en het immaterieel erfgoed, dus de spullen die een bakker gebruikte. Maar er zijn ook heel veel gebruiken rond de bakkerij. Ik bedoel, bedenk maar, noem een is alleen al een verjaardag en wij staan als bakker om de hoek met een taart.
Maar dat zijn bij allemaal levensgebeurtenissen waar de bakker om de hoek komt kijken. Dus of het nou een geboorte is met een beschuit met muisjes, of een begrafenis met een koffie en een plakje cake. Noem maar iets. In dat theater wat wij hebben in het museum, daar wordt dat allemaal in uitgelegd. En dat doen wij. Daarmee trekken we ook heel veel kinderen naar ons museum. Want wij proberen dat op een beetje een ludieke manier aan de man te brengen. En je weet, als kinderen het naar de zin hebben, dan hebben ouders het vaak ook naar de zin. Dat gaat bijna hand in hand. Dus wij proberen dan die kinderen heel erg enthousiast te maken voor het bakken van brood. En dat doen we in dat theater. En daar geven wij voorstellingen. En daar geven wij, in die voorstelling maken wij allemaal verschillende soorten broodfiguren. Van een vlecht tot een tak, tot een konijntje, een egeltje. En dat doen we daar maken we een leuk verhaal mee. En dan hebben we zo een half uur, drie kwartier houden we die mensen daar vast. En houden we ze geboeid. En als je kijkt op recensies, als er iets genoemd wordt, dan is het die voorstelling, is het die show. Maar het is natuurlijk wel leuk, want we hadden het er net nog even over. Jordi, jij kan het nog goed herinneren. Een beetje. Het is blijven hangen. Want dat je als klein jongetje naar een bakkerij gaat. Je mag daar een broodje kneden en dan gaat de oven in. Dat hele proces. Ja, dat maakt wel indruk. En mag dat ook nog steeds dan, Martijn, dat je zelf je brood bakt? In die voorstelling, daar zijn twee momenten in de show dat wij een kind naar voren vragen of die de bakker wil helpen. En op zaterdag en op woensdagmiddag en in de schoolvakanties, dan hebben wij hier op ons terras hebben we een overkapping. En daar staan lange tafels. En dan hebben wij een bakker en die gaat samen met die kinderen die dan komen, kunnen ze ook hun eigen koek bakken. En dat is een beetje wisselend per seizoen. Dus we gaan nu langzaam richting Sinterklaas. Dus dan kunnen de kinderen bij ons een eigen speculaaspop bakken en versieren. Nou, waarschijnlijk was ik toen een van de gelukkige kinderen. Opeten, dat is het lekkerste natuurlijk. Maar kun je dan ook zeggen, Martijn, dat dit een museum meer bedoeld is voor kinderen? Nee, dat wil ik niet beweren. Want ze komen echt van alle leeftijdscategorieën. Dat is, het is zeg maar 0 tot 100 jaar is hier en van harte welkom en kan zich hier prima vermaken. Ik denk wel dat de kinderen sowieso erg vermaakt worden met al dat koekbakken en ook met zo'n voorstelling. Maar stel, wij hebben, net wat ik zeg, als de kinderen het naar de zin hebben, maar ouders of grootouders hebben het dan ook naar de zin. En wij passen het verhaal ook altijd een beetje aan met het publiek wat we voor ons hebben zitten. Dus als het gezelschap wat ouder is, dan passen we het verhaal wat aan. Dan gaan we niet met alleen maar een hoop ouwe, maar dan geven we ook misschien iets meer diepgang aan het verhaal. Dat stemmen we eigenlijk door het verhaal heen, stemmen we dat gewoon een beetje af op het publiek. Ja, jullie zitten in het oude centrum van Hattem. Mooie locatie trouwens ook daar. Hoeveel kost het om daar naar binnen te komen? Het is voor een volwassene €9. En voor kinderen €7,50, even uit mijn hoofd. Nou, een stuk goedkoper dan een dagje naar het pretpark. Ik zit nooit bij de kassa. En anders kan iedereen het natuurlijk ook op de website van jullie vinden. Dankjewel, we weten er weer alles vanaf van het Nederlands Bakkerijmuseum. Martijn Rodenburg, dankjewel.